onze klas. Zoals jullie weten hebben we dus twee groepen gemaakt van de kindjes, omdat sommigen wilden graag Maya erbij zijn en anderen wilden graag sporten. En toen dacht ik, ja, ze konden eigenlijk niet kiezen en daarmee heb ik dus twee dansen gemaakt. En zo hebben ze ook fijner dingen kunnen doen, omdat ze er echt voor gekozen hebben om die dansen te doen. En ze hebben het goed gedaan, vind ik, hè? Ja, de beker zeker verdiend. Ja, zeker. En we hebben een heel klein kort versje geleerd voor oma en opa. En natuurlijk hebben wij ook een trofee gemaakt, omdat die oma's en opa's die voor ons hier staan, zijn wel de beste van allemaal. Hè? Leef oma en opa. Hè? Wij gaan eens ons versje opzetten. De shampoo, je hebt een chocolade. We gaan een heel diepe buiging maken. Kunnen we dat ook? Ja! Zo, uit. Oh, een heel diepe buiging. Oma en opa. Ik maak je graag heel blij. En dan, je krijgt een zetje van mij. Alsjeblieft. Is voor jou, omdat ik zo veel van je hou. Ja, en nu komt elk kleinkind komt nu naar en dan roep ik de naam af en dan mag je met je kleinkind het cadeautje in ontvangst nemen. Je mag natuurlijk, als je je trofee hebt, mag je ook rond gaan kijken in de klas. Boven is ook nog om te spelen. Je mag ook alles nog aan mij vragen wat je wilt weten van je kleinkind. Ik sta u graag ter woord, maar eerst gaan we zorgen dat iedereen zijn trofee heeft. Dat is de bedoeling, hè? Dus de kindjes die hun oma en opa zien, die mogen nu naar daar gaan. Want sommige oma's en opa's die komen pas naar middag. Hè? Ja, oh, jij hebt al gezien. Dat is goed. En jij ook, ja? Doei, ja. En de andere meisjes die blijven even zitten. Dank je. Als je oma en opa vindt, daar is een oma. Kom, ja. 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 Heb je een cadeautje gemaakt? Julieke Steven. Dank u.